Ik sta hier met kunstenares Alexandra Zooi. Hallo. Hallo, Anne-Marie. Wat voor een soort kunst maak je? Ik maak vooral abstracte kunst. En mijn thematiek heeft te maken met taal. Zowel inhoudelijk als formeel. Dus de lettervormen als vorm. En ook de inhoud van een woord, bijvoorbeeld. Of hoe een letter ontstaan is. En vooral de verschillen tussen letters en woorden in vreemde talen. Verschillende talen, moet ik zeggen. Je komt niet uit Nederland. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Griekenland en ik woon hier al 15 jaar. Ik heb op de Rietveld Academie gestudeerd, kunst. En vervolgens heb ik didactische opleidingen gedaan en ik ben ook bezig met het onderwijs. Maar taal en beeldenkunst, nou, die zijn mijn favorieten, mijn passies. En daar ben ik mee bezig, 15 jaar lang. Vooral geïnspireerd door de belevenis die ik hier in Nederland heb mogen meemaken. De omschakeling vanuit de Griekse taal in de Nederlandse taal. Wanneer je weggaat uit je land, wanneer je land verlaat en ergens anders naartoe gaat, dan word je wel pas bewust van je eigen cultuur en taal en identiteit, etc. Ik ben dus met het thema taal bezig en in dit geval is het het Griekse alfabet. En ik benader het iedere keer op een andere manier, qua technieken en middelen ook, maar ook qua concept. En in dit geval is het het Griekse alfabet, de hoofdletter en het ontleden van de lettervorm. Ik heb dus heel veel gezocht of ik heb me heel intensief bezig gehouden met hoe ontstaat zo'n lettervorm. Want dat heb ik zelf, zeg maar, op deze manier geregistreerd. Mm. Voor mijzelf geanalyseerd en tot een compositie samen geordend. Mijn voorkeur ging naar een sombere palet, sombere kleuren. Maar misschien heeft dat te maken met de behoefte die ik heb, omdat ik uit Griekenland kom en de intensiteit van de kleuren daar enorm is. En dat ik dan als equivalent, als tegenstander, een somber palet zocht. Het is een werk geïnspireerd door het schoolalfabet, of tenminste de schoolboeken. Nou, dit is bijvoorbeeld het woord ipsos en het betekent hoogte. En dat is de Y, de Y. In Nederlandse taal heet het ook Y. Dus Griekse I. Ja, dat is toevallig. Ja, nu besef ik het pas. En ik heb hier gewerkt dus naar aanleiding van de lettervorm van de Y. Dat heb ik geaccentueerd in vorm. En ook de inhoud. Wat voor klank dit woord heeft en de betekenis heb ik dus tot een beeld, tot een voorstelling, tot een compositie gebracht. Dit is weer een serie over taal. Alleen het gaat niet over de Nederlandse taal of de Griekse taal of de Engelse taal, maar over de blinde taal, de braille taal. Mij fascineert dit voor de mensen die kunnen zien, dat wij kunnen zien hoe hun taal opgebouwd is. Waaruit bestaat het? Hoe ziet het eruit? En natuurlijk vind ik dat fascinerend als kunstenaar, als beeldend onderwerp. Vind ik het gewoon heel erg mooi. En verder zoek ik manieren om het uit te beelden. Om het uit te drukken. Wat wil ik zeggen over de blinde taal? Waarom is dat zo mooi? En hoe doe ik het? Nou, in dit geval heb ik gekozen voor een bepaalde techniek. Dat heet blinddruk. Wit op wit. Dus de vormen zijn gesneden op zinkplaten. En die heb ik gewoon gedrukt onder de pers. Op papier. Goed, stevig, dik papier. Dan ontstaat een soort relief. En het heet ook ironisch blinddruk. Letterlijk. Daar speel ik ook mee natuurlijk. Nou, ik wil je hartstikke bedanken voor dit interview. Dankjewel.